5 ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het format van dit programma. Met in deze aflevering Deborah Nas. Deborah, van harte welkom. Okay. We hadden het net al even over, je bent heel veel. Maar we hebben het gecomprimeerd tot trendwatcher en hoogleraar TU Delft. Ja. Dat is een mooie combinatie. Ja, dat is een geweldige combinatie. Ja, hoe komt dat zo? Ik heb altijd in innovatie gewerkt, 20 jaar lang. En op basis van die ervaring toen een paar jaar geleden gevraagd voor een part-time hoogleraarfunctie bij Industrieel Ontwerpen in Delft. Yeah. En Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met innovatie, nieuwe businessmodellen, nieuwe waardeproposities. En dan is mijn focus specifiek op het gebied van nieuwe technologieën. Dus ik kijk zowel naar de trends en wat er gebeurt in de praktijk als naar de theoretische kant. En dat is echt een geweldige combinatie. En doe je dan veel onderzoek en zo ook? Nee, ik heb vooral een onderwijstaak. Oh. Ja, dus ik ben wel betrokken bij onderzoek, maar ik heb een onderwijsverantwoordelijkheid. En waar haal je al je wijsheid vandaan? Hoe doe jij dat? Slim om je heen kijken. Ja. Ik denk dat als je continu met het werkveld bezig bent, dan zie je andere dingen dan anderen. Uh-huh. Dus de juiste dingen aan elkaar weten te koppelen, patronen herkennen, ontwikkelingen zien. Daarnaast werk ik ook veel met bedrijven in de praktijk. Dus ik ben eigenlijk ook nog consultant daarnaast, waarbij ik bedrijven help om nieuwe technologieën toe te passen en innovatie te doen. Iets dat nogal relevant is op dit moment voor veel bedrijven. Ja. Dus laten we snel naar jouw 5 lessen kijken. Was het moeilijk om er 5 van te maken of niet? Valt mee. Ja, valt mee? Valt mee. Gaan we naar de eerste kijken. Die staat voor slimme toepassingen. Slimme toepassing van technologie bepaalt in toenemende mate je concurrentiekracht. Hoezo in toenemende? Is dat niet altijd al geweest? Ja, alleen die ontwikkelingen in de technologie gaan steeds sneller. Dus je loopt steeds sneller achter op het moment dat je niks doet. Hmm. En hoe doen bedrijven het in Nederland? Slimme toepassing van technologie. Ja, gevarieerd. Hmm. Ik denk dat we ergens in de middenmoot zitten. We lopen niet helemaal voorop. Uitzonderingen daar gelaten. Maar en je ziet grote verschillen tussen grote bedrijven en de MKB'er. En vooral de... Wie doet het beter? De MKB'ers die nog maar een paar jaar bestaan, die doen het over het algemeen heel goed. Maar dat zie je in zijn algemeenheid. Als je geen zeg maar legacy systemen hebt, je kunt van nul af aan beginnen. Ja, dan heb je niks te verliezen en bouw je het meteen helemaal modern op. Terwijl een bedrijf wat al lang bestaat, of het nou groot of klein is, die hebben al iets en die hebben al een businessmodel en die zien in heel veel nieuwe ontwikkelingen ook een bedreiging. Ja. Wat kannibaliseert op wat ze vandaag doen. Nou wordt technologie natuurlijk ook steeds sneller legacy. Hè? Ik bedoel, vroeger kon je misschien nog x jaar met technologie doen. Nu zet je innovatieve technologie in en een jaar later is het alweer bijna verouderde technologie. En heet het alweer legacy en is het een last aan je been. Hoe ga je daar slim mee om? Dat legacy eigenlijk een positief woord wordt? Ik denk dat de stap 1 is accepteren dat innovatie nooit meer ophoudt. Hm. Dus vroeger was het zo, je ontwikkelde iets. Je ging eerst onderzoeken en dan ging je ontwerpen en dan ging je het maken en dan zet je het op de markt. En dan was het klaar. Totdat je weer dacht van ik ga wat nieuws doen. Maar nu zijn digitale en de fysieke wereld zo met elkaar verweven dat al die digitale componenten die in je product of dienst zitten die je levert, die moeten continu geïnnoveerd worden. Als je niks meer doet, dan werkt het ook niet meer op een nieuw operating systeem. Dus het houdt ook nooit meer op. Mm. En dat is best wel een mindshift die veel bedrijven moeten maken. En daar wordt zo dan moe bij de gedachte, sommige bestuurders misschien. Die denken, oh mijn god. Ja. Ik was zo blij dat het klaar was. Ja. En is dit nog netjes gezegd? Want je zegt slimme toepassing van technologie bepaalt in toenemende mate je concurrentiekracht. Of zou je moeten zeggen, niet slimme toepassing van technologie kan betekenen dat je er niet meer bent? Ja, maar ook het niet toepassen van technologie of het niet snel omarmen. Daar zie ik ook nog wel een groot gevaar. En het zit zowel in je productieomgeving als in het ontwerp, als in de commercie. Mm. Het zit overal. Dat industrie 4.0 voor de maakindustrie, dat zet gewoon best wel veel op zijn kop. Mm. Maar biedt ook heel veel kansen, want daarmee wordt lokaal produceren ineens weer betaalbaarder. En ligt wie moet daarmee aan de slag om dat
zeg maar goed, om die ontwikkeling goed op gang te brengen? Is dat een bijna overheidstaak? Want die roept ook over industrie 4.0 en zo. Of moeten de ondernemers dat maar zelf uitzoeken? Of moet daar meer op hogescholen gebeuren, zodat de instroom zorgt voor de redding? Ik denk dat de motor moet toch echt in het bedrijfsleven zitten. Ja. En wat zijn de dingen die je tegenkomt waardoor dit niet goed werkt? Wat zijn de hurdles die we moeten oplossen? Dat brengt in de tweede les gaan we daar verder over hebben. En de regie gaat door naar de tweede les. Ja, dankjewel voor het bruggetje. Ja. Want het is de grootste belemmering voor adoptie zijn mensen over het algemeen zelf. En dan, ik heb hier jezelf staan. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, je eigen organisatie, maar ook, het zou ook je persoon kunnen zijn. We hebben de neiging als mens om vooral de negatieve kanten van nieuwe dingen te zien. We houden eigenlijk helemaal niet van verandering. Ja. En vooral als het op technologie aankomt, dan zien we veel de negatieve kanten. En daar liggen drie redenen onder. En de eerste is dat angst gewoon een veel sterkere emotie is dan de emotie vreugde. Dus als je kijkt naar robots, het idee van een zorgrobot die je later gezelschap houdt en huishoudelijke taken voor je overneemt. Op zijn best denk je, zou kunnen. Maar een robot die je baan wegautomatiseert, dat voelt heel echt. En dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. En de krantenkoppen staan er vol van alle negatieve kanten van artificial intelligence, alle gevaren. En de meeste mensen hebben eigenlijk niet de behoefte om zich daar heel erg in te verdiepen. Het is veel makkelijker om gewoon te herhalen wat je leest. Ja. En zo gaat die negatieve kant, krijgt eigenlijk meer lading dan reëel. Ja. En wordt bijna waarheid. Robots pikken de banen af. Ja. Dus dat is één, angst. Ja. Ja, de tweede is dat je alles beoordeelt vanuit een bepaald referentiekader. Maar dat is opgebouwd door ervaringen uit het verleden. Hmm. Dus dat is eigenlijk een heel oud referentiekader. Ja. En daardoor vergelijk je dingen met iets wat je zelf ervaren hebt toen je kind was. Mm-hmm. Of toen je opgroeide. En Douglas Adams, dat is de auteur van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Voor de techies onder ons, die zullen dat allemaal gelezen en gezien hebben. Die vat dat heel mooi samen. Die zegt, alles wat er was toen je opgroeide, dat zie je als een normaal onderdeel van de wereld. Dat accepteer je, zo is het nou eenmaal. Alles tussen je 15 en je 35ste, dat is nieuw en spannend. En daar kun je nog een carrière in ontwikkelen. En alles boven je 35ste voelt tegennatuurlijk. En hebben de meeste mensen neiging te denken, die boven de 35 zijn, voor mij geldt die 35-grens niet. Nou, laat dat 40, 45 zijn. Dan maar houdt wel echt op. Daar zit wel degelijk een relatie met leeftijd, ja. Okay. En aangezien iedereen in het bedrijfsleven, we werken nog steeds op het traditionele piramidemodel. Hoe ouder en meer ervaring je hebt, hoe hoger je komt en hoe meer je het voor het zeggen hebt. En dat loopt niet in sync met de innovatiekracht van het bedrijf. Nee. Nee. Dus meer jonge gasten in de boord? Ja, of in ieder geval, en als ze niet in de boord zitten, daartegen aangeplakt. Ja, met een stem. Ja, dat lijkt me een hele goede. En de derde, wat je zei, angst, tweede referentiekader? Ja, en de derde is dat als je het als het zo nieuw is dat je het met niks kan vergelijken, dan is het heel moeilijk om de potentie daarvan te zien. Dus blockchain bijvoorbeeld. Ja, je moet wel heel veel interesse hebben. Wil je blockchain echt gaan begrijpen en gaan begrijpen wat het betekent? Ja. En dan kan je er een studie van maken en dan ben je een week bezig en dan begrijp je het een beetje. En veel mensen doen dat niet. En zo is ook ooit voorspeld door Newsweek of het internet, dat wordt echt nooit wat. Nee. 3D-printers, het wordt ook nooit wat. En dan die nieuwe technologieën, die worden enorm gehyped. Dus blockchain was de afgelopen 2-3 jaar, was dat de grote belofte. Mm. Die technologie is nog onvolwassen. En ineens dan ploft dat helemaal in. Dan wordt het interessant precies. Om dan naar te gaan kijken. En dus nu zeggen mensen, zie je wel, dat werd nooit wat. Ik heb toch gezegd, dat is alleen maar voor criminelen en digitale geldspellen. Maar nu is hij onder de radar gebeurd dan nog steeds. Dat is de hype cycle toch ook een beetje van Gartner. Ja. Op een gegeven moment dan na die hype, dan stort het in. Maar dan is het interessant om er naar te kijken van wat is nou echt de impact daarvan. Ja. En nu worden er hele interessante applicaties ontwikkeld. Mm. Vooral business to business. Ja. En wat zijn nog meer, of komt dat nog terug in je lessen, maar wat zijn nog meer op dit moment, je noemt blockchain, maar wat zijn op dit moment nog trends waarvan je denkt, die zijn op dit moment interessant of interessant? Heel erg belangrijk om als ondernemer, om je er eens in te verdiepen. Ja, artificial intelligence. En wat is dat? Daar zitten verschillende delen in, maar in principe zeggen we, het is een woord wat door de mens bedacht is. En we hebben dat erop geplakt. Als oordeel waarvan we denken, dat kan een computer niet. Hm.
Dus alles waarvan we eigenlijk vinden dat daar menselijke creativiteit of intelligentie voor nodig is. Ja. Daar plakken we het label artificial intelligence op. Nep-intelligentie. Ja. Dus dat was ooit gebeurd met de schaakwedstrijd toen Kasparov of Deep Blue van Kasparov won. Dat vonden we artificial intelligence, want we dachten dat kan nooit. Een computer kan nooit zo'n schaakwedstrijd winnen. Nou, dat dachten we opnieuw met het spel Go. Ja. Dat is ook gebeurd. Iets complexer was dan het potje schaak. Ja, een stuk complexer. Ja. Daarvan, weet je, het schaken. Ja, nee, schaken, dat lukt wel. Nee, maar Go, nee, dat gaat echt niet. Nee. En zo zien we dat eigenlijk ook artificial intelligence een schuivend begrip is. En we zitten nu in een ontwikkeling waarin je niet meer echt programmeert, maar het systeem oneindig veel data of filmpjes voedt en het systeem maakt zijn eigen regels. En dan komt die angst ook weer naar boven en dan raken we de controle kwijt. Want straks bepaalt de computer. Maar dat doet hij al lang natuurlijk. Ja. Alleen het is ook zo onzichtbaar en het zit overal in. Ja. Je hebt helemaal niet door dat je al dagelijks continu gebruik maakt van artificial intelligence. En er ook heel veel voordelen van ervaart. Ja. Want dat maakt dat dingen gepersonaliseerd worden. Ja. Anders word je knettergek van al die informatiestromen die naar je toe komen. Word ik soms al, maar dat is omdat ik in die leeftijdscurve al heel erg bovenaan zit. Ja, helaas. Ja, de derde les die jij hebt meegenomen. Veel clichés omtrent millennials, om maar eens meteen weer naar de onderkant van die leeftijdsgrens te gaan. Veel clichés omtrent millennials zijn waar, maar ze brengen ook veel voordelen. Ja. Dus de clichés zijn nadelig. Ja. Nou, en wat zijn de clichés van millennials? Nou, wat je heel veel hoort, ze willen niet zo hard werken. Ze hebben allemaal een burn-out. Ja. Ze hebben een onrealistisch carrièrepad. Ze denken dat ze meteen de baas zijn en alles kunnen bepalen. Dat is veel geld verdienen ook meteen? Ja. Dat is op zich allemaal wel waar. Alleen je moet het wel in de juiste context plaatsen. Die context is? Ze willen niet al te hard werken. Nee, ze zijn heel druk, alleen ze maken andere keuzes. Dus ze hebben geen zin om 60 uur per week in één baan te stoppen. En overigens moeten ze ook niet allemaal over één kam scheren. Nee, maar. Ze willen eigenlijk het liefst 4 dagen werken en die 5e dag een onderneming of iets ernaast doen. En ze hebben een extreem rijk sociaal leven. En ze willen ook nog iets doen wat impact heeft op de wereld. Dus ze zijn heel druk en heel actief. Mm-hmm. Maar niet in een 9-to-5 job, 40 uur per week. Nee, het is anders. Ja. Het is ook, en dat is eigenlijk geldt met alle nieuwe dingen en ook met nieuwe generaties. Het is niet beter, het is niet slechter, het is anders. Ja. En dat anders, daar hebben wij best wel moeite om dat te accepteren. Want je beoordeelt vanuit je eigen referentiekader. Mm-hmm. Die burn-outs. Ja, ik werk dus heel veel met jonge mensen, ook op de universiteit. Daar is al veel zitten daar al met hun studie tegenaan. En als ze dat niet in hun studie hebben, dan is het al een beetje op het randje als ze afstuderen. Vooral onder de ambitieuzeren. En dat is een samenloop van omstandigheden. Weet je, een studiefinanciering is een lening geworden, dus ze hebben er allemaal een baan bij. Ze zijn best ambitieus. Ze zijn opgevoed met het idee dat de wereld maakbaar is. Dus je kan alles wat je wil, maar je moet het wel zelf doen. Dus ja, als het niet lukt, is het ook je eigen schuld. Dus daarmee leg je ook een last op jezelf. De verzuiling van vroeger breekt af. Hè? Wij hadden natuurlijk nog een heleboel zekerheden. Ja. Toen ik millennial was, dan waren er nog een heleboel dingen die gewoon zo waren, omdat het zo was. Nou, dat is nu ook allemaal niet meer. Nee. Dat is best lastig. Maar wat zijn de voordelen? Wat kunnen ze van voordelen? Nou, hoe kunnen we er gebruik van maken? Hoe kunnen wij elkaar gebruiken? Het grote voordeel vind ik dat ze niet zomaar dingen voor lief nemen. Mm-hmm. Ik vind ze kritischer dan, laat ik zeggen, mijn generatie. Die toch geneigd was, als je ergens gaat werken en die wordt je verteld, ja, zo gaat het nou eenmaal, of zo en zo zit het, om dat aan te nemen. Ik vind deze generatie kritischer daarover. Dus, en ik vind dat dat tegengas, dat heb je wel nodig om verandering teweeg te brengen. Ja. Veel bestaande structuren en regeltjes, daar trekken ze zich wat minder van aan. En ze hacken wel even wat in elkaar, als je er eentje hebt met wat technische affiniteit. Met wat handige toeltjes van het internet. En zo laten ze ook zien dat dingen ook wel heel makkelijk anders kunnen. Ja. Ze willen graag toch ook wel gewoon een positievere impact op de wereld hebben. Ja. Dus ze stellen ook andere vragen. En ik vind dat die invloed voor innovatie echt heel veel brengt. Dus je zou ze eigenlijk veel sneller in een organisatie betrokken moeten maken bij innovatie, wat nu vaak in een board misschien plaatsvindt, of bij de C-hupplepup ook, Chief Innovation Officer of hoe ze niemand ook heet. Ja. Dus gooi die millennials in een hok en laat ze meedenken. Ja,
ja, gebruik ze als een soort sparringpartner. En luister er dan dus ook echt naar met een open blik. Ja. En je eigen referentiekader toch een beetje uitschakelend. Ja. Ja, ik denk dat dat wel dat dat voor heel veel mensen toch wel de ogen kan openen. Oké. Je vierde les, we hebben nog twee te gaan. Ja. En je vierde is, die gaat over, over start-ups. Start-ups zijn geweldig, maar niet de enige oplossing voor innovatie. Ja. Laat mij uw kritische blik op de start-up wereld horen. Ja. Ja, ik ben een enorme fan van start-ups. Ja? Ik vind dat er heel veel creativiteit en innovatie zit. Edoch. Edoch. De grote, vooral grote bedrijven, maar ik zie het nu ook in het MKB, ja, die nemen hun, ze gebruiken het bijna als een excuus om het niet meer zelf te hoeven doen. Mm-hmm. Want het is heel moeilijk om een bestaande organisatie te veranderen. Dus mensen accepteren ook van, ja, dat we kunnen het niet zelf, we gaan het buiten zoeken. Dus we investeren in een accelerator en zo krijgen we toegang tot die start-ups. Ze organiseren zelf wedstrijden, we doen een venture fund en we gaan investeren. Maar het zijn wel start-ups die buiten zitten. Dus het effect op die organisatie is maar erg beperkt. Op een gegeven moment, als het een goede investering is en je wordt groot aandeelhouder, dan is de vraag, wat doe je er nou mee? En dat is een enorme worsteling voor bedrijven. Laat je het dan losstaan? Ja, dan heb je geen voordelen van die synergie. Als je het naar binnen trekt, is het binnen no time kapot. Ja. Dus dat is ook nog niet een duidelijk plan hoe dat dan gaat. Ik vind ook wel dat in de start-up wereld is iets heel vreemds ontstaan rondom financiering. Er is eigenlijk gewoon te veel geld in de wereld en de rente is heel laag. En dat geld dat zoekt zijn weg. Ja. En nu is het investeren in start-ups heel erg hot. Angel investors worden opgeleid met het idee, ja, 1 op de 10 gaat het redden. Dat wordt een succes. 2, 3 die doen moi en de rest gaat failliet. Als je met dat idee al gaat investeren, ja, dan wordt dat ook wel waarheid. Het is een soort hele rare logica die daar is ontstaan. Dus, hoe moeten we omgaan met start-ups? Heel selectief zijn in waar je wel en niet mee teamt en in investeert. En als bedrijf vooral de start-ups kiezen die, waar je ook de launching customer kan zijn. Mm-hmm. En ik vind dat we dat het voor ondernemers ongelooflijk belangrijk is om internationaal naar de start-up wereld te kijken als vorm van inspiratie. Dus in Nederland, ja, gebeurt eigenlijk maar weinig. We hebben relatief weinig kapitaal tot onze beschikking. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, we hebben in Nederland Nimble. Nimbles heet het. Het platform voor kinderen om een bijles, iemand te vinden die bijles kan geven. Ja, er is dan €400.000 in gestopt. Dat vinden we dan geweldig. Dat is een succesverhaal. Ja, in Engeland heb je MyTutor. Die heeft 11 miljoen opgehaald. In China heb je VipKids, die heeft 800 miljoen opgehaald. Ja, nou is China ook iets groter dan Nederland natuurlijk. Ja, maar met 800 miljoen investeringsgeld is je innovatiekracht zo enorm, ja, dat het wel heel interessant is, ook voor iemand in Nederland, om die ontwikkeling te volgen en te kijken wat daar gebeurt. Want het duurt niet lang voordat ook naar Nederland komt. Sowieso slim om als Nederlandse ondernemer eens een keer richting China te kijken. Jazeker. Ja? Ja, ja. De komende jaren. Ja, zeker. Ja. Ja. Daar hebben jullie aparte ondernemerslessen voor, heb ik gezien. Die hebben we al een keer gehad, ja. Er staan er al een aantal online. Ja, maar dat is natuurlijk, daar gaan zulke dingen gebeuren. Ja. Dat is, of daar staan, daar zijn op dit moment zoveel dingen aan het gebeuren. Ja. Ja, ik las laatst, kreeg een plaatje van iemand door, die had het over waar de macht zat in de wereld, in de geschiedenis. En dan zie je een beweging waarbij het vroeger echt in de 18e eeuw, heel erg in China en India zo zat. Heb ik ook gezien. Ja, toen is hij naar het westen verschoven en nu zie je hem gewoon weer naar rechts op de wereldkaart verschuiven. Dus interessant fenomeen China, waar ik nog veel meer over zou willen weten. Maar het brengt ons tot de laatste ondernemersles van jou alweer. En dat is experimenteren is het nieuwe innoveren. Voordat je hem gaat duiden, die klinkt ook heel vrijblijvend. We doen weer een pilot, zeg maar. Maar is dat belangrijk dus? Ja, het is heel belangrijk, ja. En dat komt omdat, ik zei het eerder al, vroeger ging je eerst onderzoek doen en dan ontwerpen en dan ontwikkelen. En dan was die ontwikkeltijd best wel lang en alles ging over tijd, over budget. En dan kwam het op de markt en dan bleek het toch niet helemaal te zijn wat aansluit bij die klantbehoeften. Nu gaan we, zeker met digitale aspecten, kun je ook veel sneller experimenteren. Dus nu kan iets wat vroeger niet kon. Je leert daarvan en daarmee kun je je product en je dienst weer aanpassen. Hm. En je moet ook wel accepteren dat niet alles in één keer lukt. Wat ook een nieuwe mindset is voor ondernemers, dat het hoeft nog niet perfect te zijn op het moment dat je het op de markt zet. Ja, good enough. Ja, nou, dat was vroeger natuurlijk ook echt heel anders. Ja.
Dus echt dat itereren. En dat zit, daar vind ik de jongere generatie ook heel interessant voor. Die hebben dat gewoon veel meer in hun genen zitten. Lastig binnen bedrijven natuurlijk. Ik ken ondernemers als geen ander. Dat het is zo druk. Ja. Elke dag zit ik tot hier gewoon in de handel en in de business. Ja. En hoezo? Ja, leuk. Ja. Maar geen tijd. Ja. Wat zeg jij dan? Kwestie van prioriteiten stellen. Ja, of haal iemand binnen die dat gaat doen. Ja. Of zorg ervoor dat het georganiseerd wordt. Dus ik zat laatst bijvoorbeeld op een congres met allemaal makelaars. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat geen succesvolle route is om al die makelaars individueel te gaan laten innoveren. Dat die zijn goed in hun makelaarsvak, die zijn goed in het menselijke contact. Die hebben niet per se die affiniteit met technologie. Het is heel onlogisch als iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden. Maar zo'n NVM-vereniging die daarboven zit, of zo'n Funda die door hun gesteund is, ja, die heeft zo'n Funda kan die innovatiekracht wel hebben. Dat is in andere discussies dat kunnen. En NVM, maar ik snap wat je zegt. Ja, dus overkoepelend bijna. Ja. En wat ook interessant is. In sommige situaties is dat een oplossing, maar lang niet altijd. Ja. En wat je vaak ziet is dat al die makelaars dan bij elkaar gaan zitten op een innovatiecongres. Terwijl ik zeg van ga nou eens naar een congres van andere bedrijfstakken. En kijk eens over de schutting van andere bedrijfstakken. Maar die zouden ook gewoon veel meer dat internationale perspectief moeten hebben. Als je als makelaar een middag gaat googlen en puur op zoek gaat naar start-ups, dan heb je zo'n dosis inspiratie binnen. Dan heb je een beetje een idee waar het heen gaat. Kun je een mening vormen, heb je een visie. En dan kun je een beetje gaan sturen. Dat is dan een prachtige start om wat ook experimenteren is. Ja. Spenderen is een halve dag op het internet. Ik denk dat dat de nuttigste tijdsbesteding is. Voor je het weet word je trendwatcher. Ja. Deborah, dankjewel. Ik vond het leuk. Dankjewel voor jouw 5 ondernemerslessen. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken. Zit je op YouTube te kijken, dan abonneer ons even op ons kanaal. Word je automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe ondernemerslessen die er nog gaan komen. Je kan ook op Spotify kun je luisteren naar onze podcast. Voor nu, dankjewel. Hoi. Thank you.